Nummer 3, GVVV in het blauw. Thuis op het Panhuis tegen nummer 12, FC Lisse. Een op papier makkelijk duel dus voor de Veenendalers. Met een goede openingspaas in de vijfde minuut op Brouwer. Die gaat richting de goal van de Werf. Houdt even in, geeft dan voor. En het schot van de Graaf wordt knap gered door de doelman van FC Lisse. Die sowieso een belangrijke rol speelt voor de Lissenaren in die openingsfase. Veel kansen voor GVVV. Hier met De Leeuw. Heeft Van der Zwet tegenover zich. Legt hem goed klaar op de Graaf. Dat wordt zijn tweede kans. Maar deze redding van der Werf is nog mooier. Hij voorkomt daarmee de 1-0 die terecht zou zijn. GVVV een klasse beter dan FC Lisse in het eerste half uur. En dat zet zich door. Hier met de Graaf. Kijkt even waar de opening ligt. Die ligt bij de tweede paal. Dat probeert hij hem ook te brengen. En dan is de kopbal er ook. En is het raak. Een doelpunt gemaakt door Lahmoudji. Zijn 9e van het seizoen. En de voorzetgever die knuffelt. De Graaf had evenveel doelpunten tot dit doelpunt. En daarmee is Lahmoudji dus nu in zijn eentje de clubtopscorer van GVVV. Dan gebeurt er heel erg weinig in de hele wedstrijd. Zitten we in minuut nummer 72 en gaat de Graaf er maar weer eens vandoor. Heeft heel veel ruimte om weer te kijken, om voor te geven. De bal wordt dan ingeschoten. Het gaat eigenlijk niet goed, het is een assist. En de bal gaat erin, het is 2-0. En de doelpunt is er van De Leeuw. Het is een gek doelpunt, omdat de Graaf eigenlijk voorgeeft op de man die hem echt in moet schieten. En dat is Mulder, maar die geeft onbewust een assist. 2-0, een terechte tussenstand. FC Lisse heeft niets in te brengen. En gooit daar nog een schepje bovenop in de persoon van een goedkeepende Van der Werf. Die in de slotfase het eventjes benauwd krijgt met Lahmoudji in zijn buurt. En dan heel veel eruit zijn goal is. En dan een schot van afstand met nog een knappe redding van der Werf. En dan gaat ook de rebound er nog eens niet in via de Graaf. Die had zijn dag niet. Eigenlijk als enige van GVVV. Ondanks zijn assist met 3 kansen geen goal. Maar 2 goals zijn ook genoeg om te winnen. 2-0 voor GVVV tegen FC Lisse.